Een hele goede zondagmorgen, deze morgen. Lieve YouTube-kijkers, welkom bij de zondagmorgenvlog van de Stofjes. Yes! Kijk, achtergrond, geen bos, maar weer naar de fitness. Het weer was niet zo denderend om lekker in het bos te gaan lopen. Dus dacht ik van, nou weet je, dan gaan we meteen maar even naar de fitness. Om daar maar weer eens even een rondje te doen. Dat was lekker. Ging goed. Ging helemaal goed. Dus nu op weg weer naar huis. En dan gaan we ons weer klaarmaken voor vandaag met het voetballen. Belangrijke wedstrijd vandaag. Vandaag tegen Orion. Op dit moment koploper. Maar die moeten wij vandaag toch even gewoon te grazen gaan nemen. Want dan doen we namelijk zelf ook goede zaken als jullie aan het einde. Dan hebben we namelijk kans om de periodetitel te pakken. Is ook belangrijk. Als je dan eerste helft van het jaar kijkt, dat we dan uiteindelijk zeg maar een beetje onderaan bungelen. Nu we langzaamaan omhoog kruipen. We staan nog negende, maar als je dan kijkt naar zeg maar plaats 6, dan zitten daar maar 3 punten tussen. Dus wat dat betreft is het goed te doen. Je kan meteen een paar plaatsen stijgen. Als anderen het laten liggen, dan kun je meteen een paar plaatsen stijgen. En omdat je dan na de winterstop, of eigenlijk net voor de winterstop, voor de aangaan van de tweede periode, je wedstrijden bent gaan winnen, ja, dan doe je denk ik goede zaken. Dan heb je dus, ondanks dat je dan op de 9e plaats staat, toch nog kans om een periodetitel. En dat klinkt dan heel bizar, maar het is wel zo. Het feit is dan. Dus maar goed, daar hoeven we nog even niet aan te denken. We moeten eerst vandaag gewoon knallen. Hoppakee, gas erop. Dus natuurlijk als deze vlog online komt, of tenminste als hij online komt, dan hebben we het beste dag gespeeld en dan weten we ook wat de uitslag is. Daar kan ik nu natuurlijk geen uitspraak over doen. Ik kan wel hopen wat het gaat worden. Nou, dat we natuurlijk winnen, dat sowieso. En dat we Orion eens even op een plek kunnen zetten, want ze lopen aan te pochen met dat zij de beste zijn. Nou, zo'n fantastische ploeg is het helemaal niet. Het is alleen echt gewoon zo'n ballenclub. Natuurlijk samenhangend met voetbal, bal, maar het is gewoon een ballenclub. Meer is het niet. Dus, dat gaan we vanmiddag doen. Lekker. Ik heb er zin in vandaag. Het weer is weliswaar niet zo heel erg geweldig. Een beetje druilerig. Af en toe wat druppels, wat regendruppels. Dus dat is eigenlijk wel jammer. Ik had liever een schamel zonnetje gehad. Of iets dergelijks. In ieder geval die nattigheid weg. Die regen. Dus dat slaat nergens op. Je bent een beetje gaan liggen. Het temperatuurtje mag er iets hoger worden. Of niet meteen 25 graden. Wel fijn, maar hoeft niet. Gewoon een graad of zeg maar tussen de 10 en 12 graden. Ideaal. Lekker voetbalweertje is dat dan. Als de winter dan niet is. Lekker temperatuurtje. Maar goed, dat hebben we niet. Dus we zullen het moeten doen met de weersvoorspellingen van vandaag. Druilerig. Winderig. Nattig. Maar goed, het zijn ze. We zullen wel zien vandaag. Nou, ik ben inmiddels alweer in de straat aangekomen. Dus ik ga deze vlog weer afsluiten. En dan zie ik jullie de volgende week weer. Volgende week zondag. Weer met de zondagmorgenvlog van de Stofjes. Dus bij deze zou ik dan zeggen, tot de volgende keer. Even een duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Dan zeg ik met alle welbekende korte einde van deze vlog. Met een
Tjoe.